Wij werken met de hele klas aan Space and Layers en dat is een app waar je monumenten op kan zoeken en dan allemaal, ja, allemaal informatie kan krijgen. Wat denk ik als een hele belangrijke uitkomst van de pilot is dat het heel leuk is dat kinderen vanuit hun eigen enthousiasme en vanuit hun eigen verwondering aan de slag gaan met monumenten. Waardoor je als klas met z'n allen 8 monumenten bezoekt. Dus je hebt eigenlijk een veel completer beeld van je omgeving uiteindelijk dan bij de traditionele Open Monumenten Klassendag. Ik ben nu Space and Layers aan het doen. En daar ben ik dingen in de app aan het zetten, informatie die we gevonden hebben. Dat zoeken we dan op internet of gaan we gewoon daar langs om te vragen wat er vroeger was gebeurd. Ze leren zo verschrikkelijk veel over samenwerking, over geschiedenis, over tekstbegrip en de kern eruit halen, maar bovenal over de beleving. Denk ik, als je over 20 jaar terugkijkt op je basisschooltijd, dan zijn dat de momenten die je herinnert, maar zijn dat ook de momenten waarop je het meeste geleerd hebt. Nou, het grootste leerpunt is eigenlijk dat de leerlingen veel zelfstandiger zijn dan we dachten. Dus dat ze veel sneller dingen oppikken en dat ze het veel sneller zelf kunnen toepassen. Nou, je maakt dus een pagina aan en dan kon je kiezen of het een fotopagina was of een tekstpagina en of andere dingen. En dan kan je daar dus een foto in uploaden. Vroeger stuurden we per post alles toe aan de scholen en nu kan iedereen erbij. Je hebt alleen een inlogcode nodig. En ons materiaal en je bent klaar voor de start. Elke school verkent zijn eigen omgeving en brengt hier dan het monument in kaart. Maar samen werken ze aan een landelijk dekkende kaartlaag van de monumenten die door leerlingen zijn onderzocht en op de kaart zijn gezet. Dus het is een soort landelijke dekkende wiki van monumenten waar leerlingen informatie bij plaatsen. En nu is de volgende stap om het en bekend te maken in de scholenwereld dat dit er is en dat ze hier gebruik van kunnen gaan maken.